Draadje 34 alweer. Die is al uh, ja, aardig richting eind oktober. En uh, bizar, want we gaan al aardig dicht naar uh, november toe. Maar het voelt buiten qua temperatuur alsof het nog nazomert. Uh, ja, gek is dat. Het wordt wel al lekker vroeg donker. Ik vind dat ook wel weer gezellig. Lekker de gordijnen weer dicht. Extra potje thee. Heerlijk vind ik dat. Uh, nou, jullie zien, ik ben bezig. Ik ben aan het haken. En uh, ik heb eigenlijk verder niks anders te laten zien. Want ik ben helemaal in de ban van het Bosnisch haakwerk. Nog steeds. Ik had het al eerder uh, vorig jaar, ergens of twee jaar terug. En nu weer opnieuw in, uh, opgepakt. En uh, ik ben dus volop aan het ontwerpen en ik heb al een paar hele leuke ontwerpen en die lukte eigenlijk zo goed dat ik eigenlijk al een eerste tutorial op heb kunnen nemen dus ik dacht weet je wat ik doe en de playlist daar had ik over verteld dat ik die ging maken een playlist met hele korte instructiefilmpjes voor de basis van het uh, twee kleurig Bosnische haakwerk die is klaar die staat ook al gepland en omdat het eigenlijk allemaal zo goed lukte en ik een vind ik zelf heel leuk ontwerp heb gemaakt, waarvan ik de tutorial dus al heb gefilmd, um, heb ik mijn planning omgegooid, want de bedoeling was om het in december uh, op YouTube te zetten, maar um, het wordt al november. De eerste week van november nog een paar andere dingetjes, en dan uh, 8 november, dan komt die playlist dus al online met de basis. Instructiefilmpjes. Dus als je dit nou wil leren, uh, kijk die dan eventjes. En uh, op 15 november al mijn eerste uh, tutorial van een van mijn ontwerpen. Die laat ik nog niet zien, want ik vind het eigenlijk wel leuk als het een beetje een verrassing blijft. Nou, waar ik nu mee bezig ben, dat zien jullie nu. Uh, die komt ook online in een tutorial. En dat mag je nog wel vast zien. Dat wordt, dit wordt een babysetje. Dit wordt het mutsje. En daar komt een, uh, een paar baby'sokjes bij. Die gaan ook nog een keer online komen. Uh, ook ergens in november. En uh, nou, dit is van de Supersoft van de Zeeman. Hebben ze tegenwoordig. Ja, ik, elke keer als ze nieuwe kleurtjes hebben. Dan neem ik van, zo, van die kleurtjes gewoon één of twee bolletjes mee. En in de loop van een heleboel jaar heb ik al heel veel kleurtjes supersoft bij elkaar gespaard. En het is eigenlijk wel heel leuk als je dat zo kunt pakken. Dat je heel veel kleurkeuze hebt. Van bijna neon fel, wat een poosje in is geweest. Tot wat donkerder. Uh, deze week hadden ze weer uh, zwart. Ik ben eigenlijk nooit zo van het zwart. Maar soms kan je het nodig hebben. En ik, ik vind het soms wel heel mooi als contrast ergens bij. Dus uh, als ze zwart hebben, neem ik ook altijd wel wat mee. Want uh, dat is er niet zo heel veel. Of dat is altijd snel uitverkocht. Dus als ze het hebben, dan uh, sla ik vaak een beetje in. Maar uh, ze hadden nu ook weer nieuwe kleurtjes. En uh, een beetje wat, uh, wat bruinige en okerachtige tinten. En ik dacht, laat ik nou slim zijn en ook wat neutrale tinten inslaan. Dus uh, wat grijs, wat ecru, dat soort tintjes. Want dat is juist met dit soort werk heel leuk altijd als contrast. Uh, als je van felle kleurtjes houdt of je maakt iets voor uh, een kind of zo, dan kan het ook heel leuk zijn natuurlijk om twee felle kleurtjes te combineren. Trouwens, ik vind het zelf soms ook best leuk, hangt er vanaf wat je ervan maakt. Maar mijn ervaring is toch dat veel mensen liever wat, ja, op zich een, een, een kleurtje wel leuk vinden, maar dan als een soort accent. En dan kan het handig zijn als je wat neutralere kleurtjes hebt, zodat je dat hele velle een beetje afzwakt en toch een beetje iets vleurigs hebt. Dus, en ik val altijd op de felle kleurtjes, daar grijp ik altijd als eerste naar, dus ik dacht nu laat ik nou even verstandig zijn. En nou is even juist wat van die neutrale kleurtjes inslaan. Dus ik heb weer een lekker voorraadje. Ik heb ook wat royal ingeslagen. Vooral voor de tutorials. Zodat ik wel uh, lekker uh, nou ja, wat keuze heb in kleuren. En uh, ook lekker genoeg heb voor de, om de tutorials te kunnen maken. Dus 8 november komt die uh, playlist met de basis. En 15 november al oh, mijn eerste ontwerp. En daar zeg ik nog lekker niks over. Nou, ik zei het net al. Dit wordt een babymutsje. Die komt wel uh, online. Ik maak even een voorbeeldje vast. En uh, gecombineerd met babysokjes. En deze is van de Supersoft. En uh, je kunt dit ook van Royal maken. Maar dan zijn de, zijn de segmenten um, anders. En het aantal segmenten is anders dus dat wordt een aparte tutorial want uh, dit werk is wel als je uh, ander garen dikte neemt ja dan kan het zijn dat hij gewoon groter of kleiner wordt maar als je echt andere verhoudingen wil of een echt een, een, een duidelijke andere maat dan uh, kan het soms nodig zijn om het patroon het aantal steken en het aantal segmenten en de, de ja, diepte van zo'n punt van zo'n segment om dat aan te passen, en uh, dus vandaar dat dat dus uh, die, de er komen dus uh, twee babysetjes online: eentje voor de super soft, dus waar ik nu mee bezig ben, en ik ga er denk ik ook nog eentje maken uh, van de Royal, want dat hebben veel mensen thuis liggen, of in ieder geval dikte Royal. Um, ik werk zelf, dat heb ik al eens eerder verteld, en graag ook met. Uh, Drops Charisma, dat is een 100% wollig garen, maar dat is wel superwos, dus dat kan wel in de machine. Ik vind wol toch net iets fijner werken altijd. Alleen, ja, met babydingetjes, die zijn vaak hè, toch bedoeld om cadeau te geven. En eh, ja, jonge moeders zitten niet te wachten op handwas. Dus dan wil ik wel eh, iets maken wat in de machine gewassen kan worden. En dan is is natuurlijk een heel goed alternatief, want dat kan gewoon in de wasmachine. Maar zijn het nou, uh, is het nou gewoon om eens aan wat, ja zeg maar, ja, klinkt misschien een beetje stom, maar mensen die wat verder van je afstaan of om iets op te sturen, dan gebruik ik ook heel graag dit soort garen hoor. Dit is best mooi, uh, dit blijft ook best wel uh, lang mooi. En ja, zeker voor babydingetjes, weet je, voordat het kan slijten zijn ze er toch al uitgegroeid. Dus uh, en dan hou je het ook een beetje betaalbaar. Dus uh, maar goed. Twee tutorials, dus één van dit garen. Maar dan komt er ook nog eentje van dikker garen. Dus, uh, en dat is ook het enige waar ik deze week mee bezig ben geweest. En want dan weet je, dan komt van het een het ander. Je hebt iets ontworpen en dan denk je, goh, oh dat is ook leuk. Dan ga ik toch eens kijken of dat lukken wil. Nou, dan ga je weer wat uitproberen. Nou, zo gaat dat dus. En uh, dan beland je dus, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen, in een rabbit hole. He, zo van, uh, dat komt volgens mij bij Alice in Wonderland vandaan. Konijnenhol. Zo van, he, je duikt ergens in. En dan val je steeds verder en verder en verder. Want je komt elke keer nieuwe dingen tegen. He, tijdens die val, zeg maar. In dat rabbit hole. En uh, ja, dan blijf je maar doorgaan. En dan raak je niet uitgeëxperimenteerd. Nou, ik vind dit wel wel leuk. Al, uh, al aardig uitzien. Um, ik leg het even weg, want um, wat mij opviel, ik ging van de week wat royal halen en um, gewoon even wat basiskleuren, want ik had heel veel felle kleurtjes en heel veel bollen, royal en royalachtig. Je had ook dat Noordic en je had ook dat royal batik met allemaal kleurtjes in één draad. Daar had ik allerlei bollen van, maar geen neutrale kleuren om het mee te combineren. Dus ik denk ik wil wat, wat wit, zwart, wat ecru, wat grijs. Gewoon wat neutrale tinten. Ik kon het trouwens niet laten om toch ook nog even een bal felblauw en rood mee te nemen. <laughs> dat moest. Dus, maar goed toen ging ik even kijken naar wat ik nog had. Dus ik haalde mijn tas met Royal naar beneden en toen viel mij iets op. Um, ik denk dat vind ik toch leuk om even te laten zien. Dit is een bol van lang geleden. Je ziet ook oude prijs nog 99 cent. En deze heb ik van de week gehaald. Uh, dit is, deze kleur is anders hoor trouwens. Ik denk trouwens dat is ook de kleur 1. En dit is uh, kleur 3. Dus het is echt een andere kleur, maar buiten de kleur. Wat mij opviel. Behalve dat de uh, prijs natuurlijk is veranderd. Het kost nu 1,19 euro per bol. Wat grappig, dat staat hier niet op. Er staat hier geen prijs op. Wat bijzonder. 1,19 euro kosten ze inmiddels. Uh, ik merk dat de Royal van nu anders is dan de Royal van een aantal jaren geleden. Ik weet niet of je het kunt zien op het scherm. Maar wat mij opviel, is dat de nieuwe Royal ietsje minder glimt. En dat het zachter aanvoelt. En ook minder, ja, het wat meer, wat zachter en ietsje meer fluffy. Dit heeft iets, ja, stevigs, als je zo in die bol knijpt. En dit is zachter. En qua, zeg maar, huidgevoel, voelt hij ook zachter minder plasticachtig zou ik haast zeggen dan de oude Royal er zit echt verschil in en het glimt ook wat minder wat ik eigenlijk wel mooi vind want dan lijkt het wat meer op wol kortom ik heb de indruk dat ze uh, de dat de het blijft acryl maar ik heb de indruk dat er, dat er iets veranderd is aan de productie uh, en ja kort en goed Um, ik vind eigenlijk dat de royal, de nieuwe royal, mooier is dan de oude. Nou, ik weet niet of het op het scherm te zien is, maar in het echt, ik heb hier zwart. Daarbij is het verschil heel duidelijk. En ja, nogmaals, ik weet niet of het op het scherm te zien is. Je ziet sowieso al dat deze al ja dikker is. Um, maar als je het goed met elkaar vergelijkt, er zit geen dikteverschil in als je het een beetje uh, strak houdt zeg maar dan zijn de draadjes gelijk maar deze lijkt dikker dan deze en hij, uh, dat, hij is stugger hij voelt stugger dit, dit kan je veel meer inknijpen en ook hier weer deze uh, heeft niet dat kunststof glimmertje wat die oude nog wel heeft ik ga een poging doen. Ik weet niet of je het verschil kunt zien. Uh, nou weet ik niet, de bol die hier in beeld is, waar ik nu met mijn vinger op tik, lijkt ook lichter. In het echt is dat ook, het lijkt, het lijkt minder zwart. Uh, op scherm is dat uh, veel meer te zien dan in het echt. Maar ik weet niet of het ook met het licht te maken, dus ik draai het om. Nee, ja, hier is het verschil kleiner. Dus het heeft ook wel met de lichtval te maken. Maar uh, de nieuwe is, lijkt inderdaad wat, wat zwarter dan de oude. Maar met name de structuur. Het voelt duidelijk anders. Het voelt zachter. Het voelt uh, ja, meer uh, soepeler. Terwijl het aantal meters gelijk is. De dikte is gelijk. Anders zou het aantal meters ook niet gelijk zijn. Dus ik heb toch het idee dat de kwaliteit ten opzichte van een aantal jaren geleden, ja, toch echt veranderd is. Grappig, hè? Dat zou je normaal gesproken niet zo opvallen. Maar toen ik bijvoorbeeld een garen uit zat te zoeken, ja, daar heb ik natuurlijk alle oude en nieuwe bollen door elkaar zitten. En ineens viel me dat... Ik denk, hé, hey, het lijkt wel of er verschil in zit. Nou, toen ben ik eens gaan kijken en inderdaad, er zit echt verschil in. Dus blijkbaar, uh, ja, heeft Zeeman toch zijn... Zijn garen is nog wat verbeterd. Um, overigens hoe het aanvoelt, stug of zacht. Um, dat kan ook te maken hebben met de kleur hoor. Sommigen, uh, degene die ook naar Miranda kijken, he, die weten ook Miranda met de breimolens. Dat bijvoorbeeld geel heel vaak problemen geeft op de breimolen. Omdat blijkbaar die gele geurstof het garen stugger maakt. Dat kan, de ene kleur kan anders aanvoelen dan de andere. Maar over de hele linie, ja ik vind er verschil in zitten. Ik vind het er... Ik vind het erop vooruit gegaan. Ik vind het mooier geworden. Dus ja, grappig hè. Mocht je nou zelf hele oude en nieuwe bollen thuis hebben, kijk dan ook eens even in je bollenbak of jij het verschil ook ziet. Want nogmaals, ik weet niet of het op het scherm wel duidelijk is, maar qua voelen sowieso. Dus mocht je nou een voorraad hebben, oud en nieuw, leg ze voor de grap nou eens bij elkaar. Probeer dan dezelfde kleur een beetje meer of meer bij elkaar te vinden. Probeer het maar eens uit. Kijken of ik. Uh... En dan hoor ik graag van jullie terug in de uh, reacties of jullie hetzelfde ervaren. Of dat jullie misschien wel geen verschil uh, zien. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik hoor graag wat jullie mening daarover is. Het viel mij zo op. Ik denk, nou, ik wil dat toch eens over hebben. Um, ja, dan iets totaal anders. Wat helemaal niks te maken heeft met handwerken. <laughs> wel met ambachtelijkheid, namelijk met koken. Vorige week liet ik even mijn prullie zien voor mijn draadjes en mijn, mijn snippertjes die spaar ik op hè? Echt. en dan bedoel ik dus echt dit soort kleine frutseltjes want dan maak ik dan weer een singladenbal van en uh, toen vertelde ik dat ik daar heel graag die melkblikken voor gebruik en het voordeel is dat die deksels het zijn ook stevige dekseltjes dus het zijn prachtige bewaarblikken <klaar> en het handig is dat je zo'n deksel als je hem er niet op wil kan je hem niet kwijtraken, want hij past ook op de bodem. Dat vind ik altijd heel handig. Dan heb je toch de deksel bij de hand, raak je hem niet kwijt. En het ik, dit is ook een, een mooi afgewerkt randje. Dit is niet scherp. Prachtige blikken dus. Maar goed, ik vertelde dus met Prully En uh, ik zei zo tussen neus en lippen door: dat ik daar soep- en sausmix uh, van maak. En er uh, kwam een reactie onder die video. En die kwam van Annigje Eigelaar. Die vroeg van, ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ik kon niet goed verstaan, maar ik ben nou zo benieuwd. Wat doe je nou met die melkpoeder? Toen dacht ik, oh, nou, dus ik heb wel antwoord gegeven natuurlijk. Ik maak daar soep en sausmix van. Toen dacht ik, weet je wat? Ik ga dat wel eens even laten zien, want ik heb dat van een, uh, een Amerikaanse en uh, het is gewoon heel makkelijk om daar een voorraadje van in huis te hebben. En uh, ik denk, weet je wat, ik ga jullie gewoon het recept geven. Ik doe hem even open. Hier zit dus mijn zelfgemaakte sausmix in. En het is een super simpele mix. En je kunt dit vergelijken, je hebt vast wel eens een zakje saus. Hè? Een zakje witte saus of een zakje currysaus of zo uit zo'n zo pakje. Hé, dat doe je in een pannetje, je doet er koud water bij, je roert met een gar. Uh, je brengt het aan de kook en dan bindt het en dan is je sausje klaar. Dit is precies hetzelfde. Alleen dan wel zelf gemaakt. En je weet precies wat erin zit. Namelijk, er zit niks in wat er niet in hoeft. Geen conserveermiddel of wat dan ook. <coughs> je kunt hem, en ik kan me voorstellen dat dat voor veel mensen een voordeel is: het zoutgehalte zelf bepalen. En vaak, uh, zeker mensen die gewend zijn om uh, zoutarm te eten, die vinden zo'n zakje vaak veel te zout. Nou, dit kun je, als je het zelf maakt, dan kan je dat naar je eigen smaak doen. En het heeft maar drie ingrediënten. En het, je gebruikt het precies hetzelfde als een zakje saus. Uh, ja, je kan ook als je echt netjes, echt officieel een goede saus wil maken, doe je dat op basis van een roe, boter en bloem. Maar goed, ik moet toch altijd een klein beetje op mijn gewicht letten. Dat is al gauw vet. En zo'n pakje saus is veel minder vet dan wanneer je van boter en bloemen saus maakt. Dit is dus ook minder vet. Nou. Het heeft maar drie ingrediënten, zei ik. Hè. Melkpoeder, iets van zout of bouillonpoeder of iets dergelijks, daar kom ik zo nog op terug. En maïzena, That's it. Dat mix je. Je hebt een bepaalde verhouding. Die ga ik jullie zo geven. Je mixt dat met elkaar en je hebt je eigen sausmix. Um, nou, ik heb het eventjes. Uh, de, het recept is in cups. Uh, twee cups melkpoeder, drie kwart cup maïzena. En 1 tot 1,5 eetlepel zout, bouillon, poeder, whatever. Uh, maar ik heb het gewoon in een heel blik uh, uitgereikt. Dat vind ik veel makkelijker. Want als ik het maak, dan maak ik altijd gewoon ruim. Ik heb inmiddels uh, hè, verschillende van die lege blikken. Wat ik het lekkerst vind, uh, en dat is ook het voordeligst, is deze melkpoeder. Het is volle melkpoeder. Dat is wel het lekkerst. Er bestaat ook van elk magere melkpoeder. Die moet je niet hebben. Want dat, dat gaat aan. Koek moet je niet hebben. Je moet echt deze hebben. Volle melkpoeder. Je kan het op internet bestellen. Deze blikken haal ik bij de Jumbo. Ik weet niet of ze het ook bij andere supermarkten hebben. Maar ik haal ze bij de Jumbo. Het lijkt duur. Want het zit tegen de 5 euro. Maar je kan daar zoveel keer soepje of saus van maken. Dat als je dat in zakjes saus bij elkaar op zou tellen. He, dan ben je eigenlijk voordeliger uit. Uh, en je kunt hem helemaal naar je eigen smaak aanpassen. Nou, op zo'n heel blik uh, melkpoeder gebruik je anderhalve cup mycena. En dan bedoelen we deze cupmaten. Uh, vroeger waren die lastig verkrijgbaar. Heel veel Engelse en Amerikaanse recepten zijn in cups in plaats van in uh, milliliters of gewicht. En ik heb toen even zo'n setje gekocht. Ze hebben ze gewoon bij de blokken. Ze zijn helemaal niet zo duur. En dan heb je gewoon één cup, een halve, een derde en een vierde. Ik vind het makkelijk. Je kan het omrekenen naar grammen. Met zo'n tabelletje kan je zo googelen. Maar ik denk nou, als ik zo'n setje cups heb, dan, kan ik gewoon, dan hoef ik die moeilijk te doen. Ik kan ik gewoon het recept aanhouden. Op een heel blik melkpoeder gebruik je dus anderhalve cup mycena. Je doet de melkpoeder in een kom maïzena erbij en dan doe je drie eetlepels of minder afhankelijk van je smaak uh, bijvoorbeeld bouillonpoeder of tweeënhalve eetlepel zout je kan ook kruidenzout nemen dat maakt dan niet zoveel uit je doet dat in een kom zorg wel dat die keurig droog is en je gaat daar droog met een gar doorheen net zolang tot alles helemaal door elkaar zit dat je niet meer ziet het verschil tussen de melkpoeder en de mycena. Je ziet hier en daar een groen dingetje. Dat komt door de bouillonpoeder. Uh, nou, nog wat wat ik zei, je kan ook kruidenzout nemen. Dit is je basis. Wat je ook nog kan doen, is dat je bijvoorbeeld uh, gedroogde paddenstoeltjes neemt en dat je die uh, maalt. Uh, dat kan je er doorheen doen. Of wat, Kerry? Ik doe dat er niet door. Um, dit is mijn basis. Als ik nou een sausje maak en ik wil bijvoorbeeld kerrysaus, dan fruit ik een, uh, een uitje. Ik fruit de kerry zachtjes. Met kerry moet je altijd even zachtjes fruiten. Dan komt de smaak goed los. Dan los ik mijn mix op in mijn koude water. Dan giet ik dat bij mijn gefruite uitjes en kerry. En ik roer het door. en heb je kerrysaus. Hetzelfde kun je doen met champignonnetjes. noem het maar op. Um, dus je kunt in feite elk sausje maken. Nou, als je ongeveer twee derde cup. Uh, mix, mengt met 2,5 cup water, dus ongeveer, uh, volgens mij is dat iets van een halve liter. Dus 2 derde cup, hè? dus uh, twee van deze schepjes op ongeveer een halve liter water. Dan heb je een dunne saus of een vrij dikke soep. Je kan er wat meer water bij doen, dan heb je een wat dunner soepje. Wil je nou een beetje dikke saus, bijvoorbeeld voor de bloemkool, dan uh, doe je er wat minder water bij, je kan het mee spelen. Je kan dit ook heel goed gebruiken om een smaakje uh, aan je groenten. Als je bijvoorbeeld groenten kookt, dat je het in plaats van alleen met mycena bindt, dat je het met een beetje van dit bindt. Even oplossen in een beetje koud water. Dan giet je dat bij je groenten. Voor je kookvocht. En uh, er zit er net wat meer uh, smaak aan dan met alleen mycena. Dan moet je trouwens geen zout in je groenten doen, want dat zit hier natuurlijk al in. Dus het is een ideale basis voor. Uh, ja, soep of saus. En ik gebruik het dus heel veel. En nou, dit hier zit echt heel veel. In één zo'n blik heb je echt heel veel zakjes uh, saus. Dus uh, nou, dat dus. Dus één blik uh, volle melkpoeder, mixen met anderhalve cup maïzena en ongeveer, nou tot aan, niet meer dan drie eetlepels. Zout, kruidenzout, bouillonpoeder. Als je zout gebruikt, zou ik minder nemen. Maar bouillonpoeder, kruidenzout. Uh, wat je lekker vindt. Dat zit. Heel simpel. En uh, nou ja, dat zeg ik. Ik gebruik het heel regelmatig. voor van alles en nog wat. Die melkpoeder, trouwens. die volle melkpoeder. Uh, die gebruik ik ook wel eens zo. Uh, bijvoorbeeld om uh, room te vervangen. Als je. Stel je maakt uh, soep of je, je hebt uh, soep met gepureerde groenten en je wil het een beetje... Vaak wordt daar kookroom of slagroom doorheen gedaan, hè, om het een beetje romig te maken. Uh, ja, room dat is natuurlijk hartstikke vet. Ik neem dan vaak een lepel, een flinke lepel volle melkpoeder. Niet de sausmix, hè, gewoon de pure melkpoeder. Dat mix ik met een beetje halfvolle melk. Tot een beetje dik, maar wel vloeibaar papje. Dan giet ik dat bij mijn soep of bij mijn saus of iets dergelijks. Dan smaakt het alsof je er room in hebt gedaan. Het is alleen veel en veel minder vet. Dus even een tip: gratis hier voor niks. Mijn sausmix. Ik dacht leuk dat iemand dat vroeg. Die was gewoon nieuwsgierig. Ik dacht, nou, ik kan het jullie ook eigenlijk wel vertellen. Heeft niets met handwerken te maken. Maar ik dacht, is misschien wel leuk om even te melden. En die lege blikken: die kan je natuurlijk, die ga je natuurlijk niet wegdoen. Want die kan je natuurlijk voor van alles en nog wat gebruiken. Nou, um, ja, dat was hem eigenlijk al. Dus, uh, oh ja, vorige week hè, vertelde ik toch, hè, ik wilde van alles en nog wat doen. Er is niks van terecht gekomen, want uh, ik ben nog steeds in de, van bos, uh, in de ban van het Bosnisch haakwerk. Ik laat dat ook lekker gewoon gebeuren. Ik ga daar lekker mee verder. En uh, ja, ik zei het dus vorige keer al. Dat ik eh, Die stapel tijdschriften liet ik zien. En ik was van plan om toch eens wat meer te lezen. Elke dag een half uurtje. Nou, <laughs> jullie voelen het natuurlijk al aankomen, hè? Geen letter. Is gewoon echt helemaal niks van terecht gekomen. Ik ben gewoon veel te druk met lekker haken. Ik denk nou, eh, als ik daar plezier in heb, laat ik dat gewoon lekker gebeuren. En dat lezen, dat komt wel een keer. Dus, ik heb niet zo heel veel te melden deze week. Maar ik ben wel heel lekker bezig en ik vermaak me uitstekend en het levert, vind ik, strakjes hele leuke tutorials op. Nou, over tutorials, want dat is het enige wat ik dan nog wel moet vermelden, eventjes de aankondiging voor de komende week. Aankomende dinsdag, 25 oktober is dat, euh, dan euh, laat ik je zien hoe je een dennenappel maakt van een piepschuim ei met uh, lapjes vierkante lapjes die je vouwt. Uh, iemand had het er al over in, uh, ook als reactie in uh, op een, uh, de tutorial van het uh, kleedje van die gevouwen lapjes, die noemde dat piepschuim ei. Ik zei, nou, dat is ook toevallig, want die komt dus ook online. Dat is dus aankomende dinsdag en donderdag het boek van de week duizend quiltpatronen. Dat zijn allemaal blokken. Um, die je op allerlei manieren kunt combineren. En dat is een heel mooi basisboek voor uh, ja, quilters. Iedereen die werkt met lapjes aan elkaar zetten, kan daar veel plezier van hebben. Dus dat boek wilde ik jullie graag laten zien. Dus dat de, uh, de komende week. En dan natuurlijk volgende week weer een draadje door de week. Nummer 35 dan alweer. Dus, nou, ik hoop dat je het leuk vond. Ondanks dat ik niet heel veel verschillende dingen heb kunnen laten zien. Maar, uh, nou, heb je gekeken... Heel erg bedankt voor het kijken en uh, hopelijk tot de volgende keer. Doeg!